Nederland heeft op het gebied van de tuinbouw een grote naam. We zijn een van de grootste spelers op de wereldmarkt voor tuinbouw. Of het nu gaat om groenten en fruit, om bloemen en planten, om bloembollen of om bomen. De Nederlandse tuinbouwsector telt internationaal mee. Tot in de verste uithoeken van de wereld komen we tuinbouwproducten en tuinbouwtechniek van Hollandse bodem tegen. Niet verwonderlijk daarom dat de tuinbouwsector ook in belangrijke mate bijdraagt aan de Nederlandse economie. De tuinbouw in ons land is geconcentreerd in een aantal kernen, de Green Ports. Vergelijk het maar met logistieke main ports zoals Schiphol en Rotterdam. Net als die twee mainports zijn de greenports gebieden waar een concentratie is van bedrijven die sterk met elkaar verbonden zijn. Het zijn gebieden die je van oudsher vooral aantreft rondom de grote steden, vooral in het westen van Nederland. Het zijn gebieden die met elkaar en met de mainports zijn verbonden. In een greenport vinden we teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven en tuinbouwtoeleveranciers bij elkaar. Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Ook kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw zitten er dicht bij het vuur. Doordat alle belangrijke partners zo dicht bij elkaar zitten, is er een intensieve uitwisseling van kennis en wordt er op tal van terreinen met elkaar samengewerkt. In dit netwerk stimuleren ondernemingen en kennisinstituten elkaar om topprestaties te leveren. In Nederland kennen we 5 van die greenports. De greenports samen spelen een prominente rol in de Nederlandse economie.